De eindexamens staan weer voor de deur, maar de meeste leerlingen kunnen nog wel een geheugensteuntje gebruiken. Ook de leerlingen van 4 VMBO Theoretische Leerweg van het Stanislas College in Delft. Natuurkundeleraar Jelle de Kroon legt daarom uit hoe je de resulterende kracht van een object bepaalt. Meester, hoe bepaal je de resulterende kracht? Nou, we kunnen dat uitleggen aan de hand van een baksteen. Op deze baksteen werkt altijd de kracht, namelijk de zwaartekracht. Ja? Als ik er nou zelf ook nog een kracht op uitoefen, bijvoorbeeld een beetje schuin omhoog, dan werken er twee krachten op, namelijk de spierkracht en de zwaartekracht. Uiteindelijk geeft die twee krachten geeft één resultaat. Nou, die kracht, dat noem je de resultante. Ik zou dat even kunnen tekenen. Dit is de baksteen. Daar werkt dus die zwaartekracht op. Nou, voor het gemak neem ik even aan dat deze baksteen dat die 2 kilo weegt. Dat betekent dus dat er een zwaartekracht op werkt, even heel grof uitgerekend, van 2 keer 10 is 20 newton. He, want op elke kilo werkt de kracht van ongeveer 10 newton. Je moet eigenlijk zeggen 9,8, maar eigenlijk is het 10 newton. Dus als die 2 kilo weegt, is dat 20 newton. Nou. De spierkracht, dat kan heel groot zijn, hè, zeker bij mij. Ja, maar laten we zeggen, ook niet al te ingewikkeld, laten we zeggen 10 newton. En die is een beetje schuin gericht. Zo. Ja, 10 newton. Dan heb ik dus twee krachten. Nou, hiervan moet ik de resultante bepalen. Hoe ga ik dat doen? Ik heb daarbij een geodriehoek nodig. Die hebben jullie dus ook nodig bij examen. Neem die mee. En ik leg hem evenwijdig aan de kracht naar beneden. Vervolgens ga ik de punt opzoeken van de andere kracht. Dus ik leg hem langs de ene lijn van de kracht en ik zoek de punt op van de andere kracht. Die zit hier. Dus ik leg hem hier neer en zo dat hij evenwijdig blijft. Nou, dat kan ik aan de lijntjes zien van mijn geodriehoek. Dus dan krijg ik hier, ga ik een lijn tekenen. Huppakee. Ik doe precies hetzelfde voor die andere kracht. Dus ik leg hem hier weer langs. En ik zoek de punt op van de andere kracht en ik ga evenwijdig eraan. Ook weer even goed zoeken, dat dit weer evenwijdig loopt. Ook een lijn trekken. Nou, dan heb ik een zogenaamd parallelogram. En eigenlijk is het nu heel simpel om de resulterende kracht te bepalen. Want het is gewoon van waar de krachten, het aangrijpingspunt van die twee krachten. Dus waar de krachten beginnen. Dat is hier. En hij gaat uiteindelijk naar het snijpunt van die twee lijnen die ik net heb getekend. Dus dat is hier. En deze kracht, dat noem ik de resulterende kracht. En die kracht is eigenlijk het resultaat van deze twee krachten samen. Hier de zwaartekracht en hier de spierkracht. Ja? Voor de duidelijkheid zet ik ook nog even bij hoe ik aan die zwaartekracht kom. Dat wordt ook altijd gevraagd met het examen. Je weet de massa, bereken de zwaartekracht. De zwaartekracht is gewoon massa maal de valversnelling. Nou, je mag 10 nemen, maar meestal wordt hij is eigenlijk 9,8 newton per kilogram. Dus je doet gewoon 2 kilo, dat was de massa, keer 9,8. Nou, ik heb hem hier even afgerond op 20. Dus dat schrijf ik ook even zo op. Ongeveer 20 newton. En dan heb je de zwaartekracht.